Hans de Gruyter, wat vond je van de show? Ik vond hem geweldig. Heel erg inspirerend. Dus ja, ik heb een kick wel weer gekregen voor vandaag. Ja? Helemaal goed. Oké, nou, als ik kijk naar de drie presentaties. Olaf, Francis en Charlie. Ja, drie totaal verschillende dingen om geïnspireerd door te worden. Ik vond Olaf, ja, ze werken een kei in het kappersvak. Reist de hele wereld over om inspiratie op te doen. Ik leer altijd heel veel van hem, omdat hij ook op een hele eenvoudige manier weet te vertalen hoe dat je dingen moet doen. Ja. Dat vind ik heel erg goed. Francis, ook heel inspirerend, kleurrijk, met een touch van melancholie en klassiekiteit, hè, met die muziek. Beetje dramatiek, hè? Ja, vond ik ook heel erg super. Ja, en Charlie, ja, verrassend, maar aan de andere kant ook heel erg herkenbaar. Ik denk dat Charlie precies ons raakt, emotioneel. Aan de ene kant willen we soms een compleet ander persoon zijn. Nou, in de digitale wereld kan je dat, hè? Als een avatar. Maar met al die haarstukken, ja, kan je dat zo maken. Je kan in één keer een andere persoon worden, als het ware. Ja, dat klopt. Om jou even als voorbeeld te geven, jij komt in de salon, hè? We hebben een beetje diepgaand gesprek. En ja, ik zou jou werkelijk een compleet andere persoon kunnen maken. Ja. Lijkt me geweldig. Onherkenbaar. Ja, nee, ik vond de show helemaal geweldig, dus dat is super. Ik ben wel wat gewend. Ik ben voorzitter van Haute Coiffure Française in Nederland. We zijn een wereldwijde organisatie, zit in 44 landen. En twee keer per jaar hebben we in Parijs een mega groot event. Dan komen al die kappers samen om kennis met elkaar te delen. Okay. Nou, dat is zo inspirerend en hangt zo'n vibe. Dat is geweldig. En nou ja, dit jaar is het helemaal speciaal omdat drie Nederlandse kappers genomineerd zijn voor de Haute Coiffure Mondial Trophy. En die mogen dat dan gaan presenteren in Parijs. Dat is natuurlijk geweldig. Drie kappers van die 2400 leden. Super. Ja, dus daar gaan we ook weer zo'n geweldige show zien. Wat zeg je? Dus dat wordt ook weer zo'n show als hier? Wat groter. Wat groter. Die show in Parijs vindt altijd plaats in het Louvre. En ja, er zijn zegweg zo'n 2000 mensen uit alle delen van de wereld. Dus dat, ja, dat geeft een inspiratie. En daar wordt draagbare mode gepresenteerd. Maar daar wordt ook avant-garde gepresenteerd om je als kappers te blijven inspireren. Super! En dat is ook wat jou drijft in je vak, zeg maar, om die inspiratie... Ja, dat klopt. Want als je namelijk standaard in je kapsel zou werken en je zou altijd maar gewoon knippen, feunen en zo, en geen contact met andere collega's hebben, dan bloed je dood. Dus wat is volgens jou de sleutel om werkelijk, ja, inspiratie op te doen, om creativiteit te uiten? Hoe doe je dat? Nou, om inspiratie op te doen, veel modebladen bekijken, naar events als dit zo te gaan, te kijken naar jonge mensen, niet per se in het kappersvak, maar ook in de fashion, maar ook in kunstuitingen. Allerlei stromingen proberen te ontdekken. Net zoals Steve Jobs zei eigenlijk. Wat zeg je? Net als Steve Jobs zei, die ging ook de hele wereld. Ja, eigenlijk wel, want namelijk als je alleen maar kijkt in je eigen beroepje, dan raak je te veel uitgekeken. Nou, die Charlie, die kijkt ook niet alleen naar zijn eigen beroep, die kijkt veel verder. Want anders was hij nooit op dit soort ideeën gekomen. Marvelous. Ja, absoluut. Dankjewel voor je bijdrage. Oké, graag gedaan. Geniet ervan.